Hallo, welkom bij de volgende tutorial van Knotten Fortune Call. We zijn in week 3 van kussen 3 en we gaan nu de Ocean Stitch maken. Daarvoor gaan we eerst, ik heb de eerste rij al even gemaakt, dus ik hoop dat jullie die wel snappen in het patroon. We gaan eerst een losse haken en dan slaan we dit over. Dan pakken we een lissel in deze eerste losse. Ik laat mijn vinger altijd een beetje helpen. Dan gaan we een lus in de rij eronder oppakken. En pakken nog een lus op in de volgende losse. En je ziet nu al dat die middelste wordt dus een langere lus. Dan gaan we die schelp overslaan en dan gaan we weer hetzelfde doen. Een lus in de eerste losse. We gaan in de rij eronder een lus oppakken en een lus in de volgende losse. Slaan we dit weer over. Nog een keer langzaam. In de eerste losse pakken we een lus op. Dan gaan we naar de rij eronder. Ik heb gemerkt, het is niet super belangrijk waar je precies in steekt. Die haal je wat hoger op. En in de derde losse. Dus zo gaan we verder. Als je denkt, dat gaat ze nu snel, dan spoel je even terug naar het begin. Om er even rustig te kijken. Maar ik wil jullie er terug gaan rij ook even laten zien. Hoewel ik hier ook wel even mee bezig ben. Ik heb nu het voorbeeld. Dit is de Organico in de kleur Fortune Cookie. Hier word je toch gewoon blij van. Prachtige kleurtjes. Organico is ook een prachtige katoen. Haakt heerlijk. Dus we gaan dat weer openslaan. Pakken de eerste een lus in de eerste los op. Dus hier, je moet af en toe echt met je vingers een beetje helpen. En deze eerste rij is iets meer friemelen dan dadelijk. En in de derde lussen. Zie dus je ziet de mooie lange lussen al ontstaan. Tik van het dopje hoor je. En misschien hebben jullie wel gezien, ik heb een leesbrilletje tegenwoordig. Ik moest er echt aan geloven. Ik kon de stekenverhouding op de bonnetjes vol lang niet meer lezen. Dus dan maar een leesbrilletje. Ook zelfs bij het haken trouwens. Ik dacht van dat de lamp of zo helemaal, dat die niet sterk genoeg was. Maar het lag gewoon aan mijn ogen. In een dagje ouder. We gaan zo door. We slaan steeds die bovenkant van de schelp over. We gaan in de rij daaronder pakken hem op. En daar. Ook het einde doen we zo. Heel even spieken. Dus hier pakken we ook weer in de rij eronder. Pakken we hem op. En die derde losse pakken we ook. En nu pakken we ook de bovenkant van de schelp. Dus dan pak ik dit lusje voor. Als de kant steken. Dus de heengaande rijen hebben we nu gedaan. Dan gaan we de teruggaande rijen doen. Ik moet spieken, want ik ken dit patroon niet uit mijn hoofd. Zo makkelijk is het niet. We slaan hem om en halen hem door één lus. En we haken 3 lossen.
En dan slaan we hem om en halen hem door 4 lussen. Dan maken we weer 2 lossen. Slaan hem om en halen hem door 4 lussen. Dat hoef je natuurlijk niet in 1 keer te doen. Kan wel. Twee lossen en sla hem om door 4 lussen. Dus we krijgen nu, we creëren die schelp weer bij elkaar. We slaan hem om en door 4 lussen. Dan doen we 2 lossen en weer door 4 lussen. En weer dan 4. En weer dan 4. 2 lossen. Zo gaan we door tot we nog 2 lussen op te laten hebben. Dus we halen hierdoor 4. 2 lossen. En door 4, 2 lossen en dan 4, en gelukkig komen we uit. We hebben nog 2 lussen op de naald. Dan moet ik nog een tussenlossen maken en halen we de naald. Dus nu hebben we de eerste schelpjes gecreëerd. Dan gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen. We halen een lus op. Die schelp slaan we over. Dan pakken we een lus op. In de volgende lossen. Dan in de onderkant van de schelp van de vorige rij. En in de derde lossen. Dus nog een keer wat rustiger. In die eerste losse van de 3. Dan in die bovenkant van die schelp van de vorige rij. En in de derde losse. En zo zie je een mooie Ocean Stitch gecreëerd worden.